We lezen van elkaar, gemeente, in de eerste plaats uit Matteüs 1, de stamboom van de Heer Jezus. Matteüs 1, vers 1 tot 17. En daarna nog uit de gelaten brief. Eerst Matteüs 1, vanaf vers 1 tot 17. Maar als volgt heilige evangelie lezen, het geslachtsregister, letterlijk staat er het boek van de wording, het boek van de Genesis, staat er letterlijk, het boek van de Genesis van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En Peres verwekte Hesron, Hesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson. En Nahesson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam, Rehabiam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Jozefat, Jozefat verwekte Joram en Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Agas en Agas verwekte Hiskia. Hiskia die verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia en Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel en Sealtiel verwekte Zerubabel. En Zerubabel die verwekte Abihud en Abihud verwekte Eliakim en Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim en Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matan, Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover uit Matteüs 1. Dan lezen we nog gelaten 4, vers 1 tot 7. Gelaten 4, vers 1 tot en met 7. We hebben dan lezen in de gelaten brief hoofdstuk 4. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. We willen nadenken, gemeente, deze avond over de stamboom van de Heere Jezus uit Matteüs 1. En als kerntekst hebben we dan gekozen vers 1, waar natuurlijk wel delen uit de stamboom bij zullen betrekken, al kunnen we niet alle versen behandelen. Dat is onmogelijk, daarom vers 1 als uitgangspunt. En we lezen daar het geslachtsregister, letterlijk het boek van de wording. Het boek van de Genesis, staat er in het Grieks. Het boek van de Genesis van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. We schrijven dus boven de preek de stamboom van Jezus Christus. In de eerste plaats willen we nadenken over Gods trouw
Al die geslachten door zie je die gouden draad waar Gods verbondstrouw doorlopen, Gods trouw. Tweede plaats Gods berekening, dat lezen we namen in vers 16, waar die lange rij van deze verwekte die en die andere verwekte die doorbroken wordt. Jacob verwekte Jozef, maar er staat niet Jozef verwekte Jezus, maar er staat Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus. Dat is Gods berekening. Jozef wordt buitenspel gezet. En de derde, Christus, diepe vernedering. Als we denken aan de schandvlekken die erin staan. Tamar, Rahab, Rut en Bathseba. Zulke schandvlekken staan erin. Gods trouw, Gods berekening. Jozef wordt buitenspel gezet, vers 16. En Christus, diepe vernedering. Gemeente, het Nieuwe Testament begint met een stamboom. De stamboom van de Heer Jezus Christus. Er zijn verschillende mensen, nu wat minder dan vroeger denk ik, maar verschillende mensen nog wel die dat toch wel interessant vinden om een eigen stamboom uit te zoeken. Dat kan een hele interessante hobby zijn natuurlijk. Ze zoeken allerlei gemeentearchieven door, kan tegenwoordig ook vaak digitaal. Maar voorheen moest je naar het gemeentehuis om allerlei oude archieven door te spitten. Daar kun je uren mee bezig zijn. Soms kun je verrassende ontdekkingen doen. Soms minder verrassende ontdekkingen waar je voor schaamt. In de stamboom kom je misschien wel wat verschillende takken tegen van beroemde mensen, zeggen we dan. Inderdaad, je moet allerlei archieven opzoeken of allerlei doop- en trouwboeken doorwerken in bepaalde oude gemeenten waar allerlei dingen nog te vinden zijn in de archieven van de kerk. Kortom, veel mensen houden zich daar wel mee bezig. Maar ook zie je dan, als je dat goed bekijkt, zeker in die doopboeken, de eeuwen door, als al die namen daar ziet staan uit je voorgeslacht, dan zie je daar Gods trouw ook door in die doopboeken, in die trouwboeken, de trouw van de Here de eeuwen door. Er ligt er vandaag, gemeente, vanmiddag op deze Adventszondag geen stamboom van een mens voor ons, of van een bepaalde familie uit Oud-Beijerland, of waar u ook oorspronkelijk vandaan komt. Maar ligt er een stamboom voor ons van de Godmens, Jezus Christus. En het Nieuwe Testament begint zo, en u hoort de aansluiting bij het Oude Testament, als ik het u letterlijk weer lees. Het boek van de Genesis van Jezus Christus. Het eerste boek is namelijk uit de Bijbel, het eerste Bijbelboek is Genesis. En dat betekent, dat kunnen de kinderen, de jongere catechisanten toch wel weten, dat Genesis betekent inderdaad wording of begin. Genesis, wording of begin. De wordingsgeschiedenis. Dus het begin, het boek van het begin, het boek van de Genesis, het boek van de wording van de Heere Jezus. Dat betekent dus, gemeente, ook vanavond, dat boek van de Genesis van Jezus Christus, dat betekent dus dat de Heere Jezus ook een hele wordingsgeschiedenis heeft. Dat hele Oude Testament is één stuk wordingsgeschiedenis, één stuk Genesis van de Heere Jezus. Op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden wij de wording van hemel en aarde. God schiep de hemel en de aarde, zo begint immers de Bijbel in Genesis 1. Op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament vinden wij de wording van het eeuwige woord. De wording van de Heere Jezus. Anders geformuleerd, het Oude Testament begint met de schepping, Genesis 1. En het Nieuwe Testament, Matthäus 1, begint met de herschepping. Dus we kunnen ook wel lezen het boek van de Genesis, het boek van de wordingsgeschiedenis van de Heere Jezus. Vanavond de stamboom van de Heere Jezus ligt voor u in de bank in Genesis 1 en nu Matthäus 1, de stamboom van de Heere Jezus. Een aanreiniging van vele namen, tientallen namen. Hele bekende namen, denk aan koning David, koning Salomo, ook minder bekende namen, maar ook totaal onbekende namen. Maar al deze namen schreef iemand vormen de baarmoeder waaruit de Heere Jezus het licht van de wereld reddend is verschenen. Prachtige uitdrukking. Het hele Matthäus 1, de baarmoeder uit het licht der wereld is voortgekomen. Inderdaad nu het eerste, gemeente, namelijk de trouw van de Heere, de stamboom van de Heere Jezus Christus. Het begin van de wording van Jezus Christus. Ik zei, het eerste is dus, het spreekt van Gods trouw.
We zingen op kerst vaak de bekende psalm. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98. Het begin van de Genesis van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Je moet de tekst goed lezen. Eigenlijk zou je verwachten wat de tijdsvolgorde betreft, chronologisch zou het moeten zijn, de zoon van Abraham, de zoon van David. Immers Matthäus begint de stamboom niet bij Adam, wat Lucas doet, maar hij begint de stamboom bij Abraham. En waarom draait dit nou om? In vers 1, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan moet je iets weten over de achtergrond van het Matthäus-evangelie. Matthäus schrijft namelijk gemeentes een evangelie aan de Joden. Het evangelie naar Matthäus is geadresseerd aan de Joden. Om de Joden te laten zien uit het Oude Testament, Jezus is de Messias. Hij komt voort uit het oude geslacht van Israël. Uit die oude stamvader van Abraham komt hij op. En daarom lees je Matthäus evangelie ook heel veel, tientallen teksten uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld, ook in ditzelfde hoofdstuk vind je dat al, als het over die naam Immanuel gaat. Opdat vervuld zou worden, vers 22, wat door de Heer gesproken is, door de profeet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. U zult hem de naam Immanuel geven, opdat vervuld zou worden. De zogenaamde vervullingscitaten, die vind je tientallen keren in het Matthäus-evangelie. Dat is typisch Matthäus. Maar nog een ander belangrijk punt. Het Matthäus-evangelie benadrukt heel sterk dat Heere Jezus koning is. Je zou het evangelie van het koninkrijk kunnen noemen. Het begint met de koning. En de wijzen die vragen ook straks, wat is de geboren koning der Joden? En het eindigt er ook mee in Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het hele evangelie zou je die lijnen kunnen trekken van het koningschap van de Heere Jezus. Wordt sterk benadrukt bij Matthäus. En daarom begint die stamboom natuurlijk ook zo. Omdat Matthäus wil laten zien aan de Joden, hij is de grote zoon van David. Hij is de Messias die jullie verwachten. Hij is de Davidszoon. Hij is het en geen ander. En daarom draait hij de tijdsvolgorde even hier om. Het zijn de kleine dingen die vaak wel van belang zijn. Het boek van de Genesis van Jezus Christus, de zoon van David. En dan pas de zoon van Abraham. Daarom deze volgorde gemeen, dat de Joden zullen zien, Jezus is de Christus en niemand anders. En dat in hem inderdaad het vervallen rijk van David weer tot volle bloei en tot volle luister zal komen. Hij is de grote Davidszoon uit die afgehouwen tronk van Isaï, zegt Jesaja. Komt een klein takje tevoorschijn. Dat rijk van David is nu in de geboorte van de Heere Jezus vanaf vers 18. Is dat rijk van David inderdaad ook werkelijkheid geworden. Nu de stamboomgemeente. Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Daar begint het ook mee. Nou, we kennen Abraham wel ook van de prekenserie van de afgelopen tijd, niet waar? Al meer dingen over Abraham en Isaac gehoord, gaat allemaal niet herhalen. Abraham, de stamvader van het Joodse volk. God heeft Abraham geroepen uit Oer, dat verre land waar de afgoden gediend werden. Hij moest zijn geboorteland verlaten, niet wetend waar hij uit zou komen, maar wel met de belofte in Genesis 12... En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dan moet u weten, heilshistorisch gezien is het zo. Genesis 1 tot en met 11 betreft heel de wereld. En van Genesis 12 gaat God door met Abraham tot Handelingen 2 toe. En pas na Handelingen 2 komt de wereld weer meer in beeld. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is de heilshistorische gang. Genesis 1 tot 11 heel de wereld. Genesis 12, Handelingen 2, met name Israël. En daarna komen de volkeren. En toch zegt de Heer in Genesis 12 tegen Abraham: in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Een profetie. Was toch genade van de Heer dat hij Abraham riep uit dat verre Oer? De Heer was dat toch niet verplicht aan Abraham die de afgoden diende?
Op die wonderlijke wijze kwam hij zonder landkaart, niet wetende waar hij uit zou komen, in dat beloofde land Kanaan, tot een groot volk worden. U weet het, ze waren kinderloos, hadden geen kind, maar door de menselijke onmogelijkheid heen werd Isaac geboren. En toen de kleine Isaac in de wieg lag, zagen ze dat kleine jongetje als daar al de afglans van de komende Messias. Abraham verwekte Isaac. En Isaac verwekte Jacob. Zo gaat het verder, gemeente. In al deze woorden schittert de trouw van de Heere de geslachten door. En Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. Juda wordt vooropgesteld omdat uit Juda de Messias zou voortkomen. Juda, gij zijt het. De lijn van Gods trouw gaat verder, de geslachten door, het hele Oude Testament door, gemeente. Wat is de trouw van de Heere groot, ondanks menselijke zonden, ondanks die schandvlekken. Ik kom er straks nog even op terug, want in die schandvlekken ligt nog een diepe prediking. Eén zo'n schandvlek, je leest van Juda, die Fares en Zara verwekte bij Tamar. Maar Tamar was zijn vrouw niet. Dat lezen we namelijk in vers 3. Tamar was zijn schoondochter. Een schandvlek. En David de koning, ziet u, het koninklijke aspect is weer heel belangrijk. Ik leg er even nog de vinger bij in vers 6. Waar dat woord koning twee keer genoemd wordt. Dat is natuurlijk niet zomaar. Isi verwekte David de koning, die koning zou worden. Maar toch staat er al, Isaï verwekte David de koning. David de koning verwekte Salomo. Dat koninklijke aspect is een heel belangrijke grondlijn in dat Matthäus-evangelie. Zie je ook vers 6. Maar ook die schandvlek, gemeente, daar van koning David, wat we hier lezen. Hij verwekte inderdaad Salomo bij degene die de vrouw Uria's vrouw geweest was. Moord, Uria, overspel, Batseba, u weet het. Ook heidense vrouwen komen de stamboom voor. Rahab lezen we. Maar ondanks alles, gemeente, gaat Gods trouw door van geslacht op geslacht, heel de stamboom van de Heere Jezus door. Er worden zelfs heidense vrouwen bijgetrokken. Denk aan Tamar en aan Rahab en aan Rut uit Moab. Opvallend ook vrouwen in deze stamboom voorkomen. Nou, ook vaak heidense vrouwen. Daarmee laat de Heer ook zien dat hij ook omziet naar de volkeren buiten Israël om, ook al onder het oude verbond. En dan komt in koning David, gemeente, dat rijk tot zijn hoogtepunt. Koning David, die regeert over al de 12 stammen van Israël in Jeruzalem. In de Babylonische wegvoering komt dat koninkrijk van David tot een dieptepunt. En na vers 13, Zerubabel, volgen totaal onbekende namen. En toch gaat de Heer door met die gouden draad van zijn verbondstrouw en van geslacht tot geslacht gaat hij door met die gouden draad. Hij weeft de gouden draad van zijn trouw door de rijen van de geslachten heen. Dat mag vanavond wel diepe verwondering geven, gemeente. We kunnen alleen maar stil worden van verwondering en zeggen, Heere, wat is uw trouw groot geweest? Wat heeft u bewogen om deze heidense Abraham te roepen uit dat verre Ur? En hoe bestaat het, Heere, dat u doorging met dat weven van die gouden draad? Ondanks al die zonden ging u door met het weven van die gouden draad van uw verbondstrouw. Hoe is het mogelijk, Heere, dat u dat toch wilde doen? En de Heere geeft zelf het antwoord. De Heere zegt, ik heb redenen genomen uit mijzelf. Uit mijn verbondstrouw. Ik blijf trouw aan mijn belofte, aan de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Ik heb het al beloofd in het paradijs, na de zondeval. Ik zal mijn zoon naar deze aarde sturen. Ik zal vijandschap zetten. En ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Psalm 89. En daar heb ik de eeuwen door, vanaf Abraham, eigenlijk al vanaf de zondeval bij Adam en Eva. Maar Matthäus 1 begint dus bij Abraham. Heb ik al vanaf Abraham de komst van mijn zoon voorbereid. En als het ware ging de komende Messias mede de donkere ballingschap in. Luther heeft ergens wel eens gezegd, u kent misschien die uitdrukking wel. Het Oude Testament gaat zwanger van Christus. Prachtige uitdrukking. En gemeente, weet u nu wanneer u nou zich diep over deze verbondstrouw van de Heere verwondert?
Niet dat u zegt, ja, dat wist ik al lang allemaal. Zo bijzonder is dat ook niet. Nee, wanneer ga je juist hierover verwonderen? Als u inziet dat u zo zelf zo ontrouw bent. En dat u het belijden moet ook vanavond. Heren, ik heb zo vaak uw woorden naast me neergelegd. Of nou op een lichte manier of een zware manier gebeurt, maakt geen enkel verschil. Maar ik heb uw woorden zo vaak naast me neergelegd. En mijn eigen route uitgestippeld. En mijn eigen weg gegaan. Totdat de Heilige Geest je deed zien, deze weg is een gevaarlijke weg. Door steeds die woorden van de Heer naast je neer te leggen. Zo kan je niet verder gaan en zo mag je niet verder gaan. U staat schuldig voor de Heilige God. Maar de Heer Jezus, gemeente, inderdaad is ook voor ons als heidenen gekomen. Ik zei, in deze stamboom staan ook al namen van heidense vrouwen, om daarom in het Oude Testament ook al even te laten zien dat het heil ook uiteindelijk voor de heidenen bestemd was. En dan zie je nog meer bij Lucas natuurlijk. Lucas die een stamboom geeft, die teruggaat tot op Adam. Adam, de zoon van God. Om daarmee inderdaad ook duidelijk te laten zien, gemeente, dat Jezus Christus de zaligmaker is van de hele wereld. Tot Adam toe. Tot Adam terug. En zo begint Matteüs de stamboom. De stamboom, het boek van de Genesis van Jezus Christus. De zoon van David, de grote koning. De zoon van Abraham, die de oervader, de stamvader is voortgekomen. Dat was het eerste, namelijk Gods trouw. En dan komen we bij het tweede, Gods berekening. Dat lezen deze stamboom namelijk ook heel duidelijk, gemeente. God rekent totaal anders dan wij rekenen. Want als wij denken, nu zal de Heere wel komen, dan komt hij juist niet. Hij komt vaak op een verrassende wijze. Als niemand er meer op rekent, dan komt de Messias. In een donkere tijd, als de Romeinen over het land heersen. Als er geen profetie meer is. Als niemand erop rekent, dan gaat de Heere vaak handelen. Het geslacht van David was niet meer in tel. Het was weggezonken in de Babylonische duisternis. Van de koninklijke glans was weinig, gemeente, was weinig of niets meer over. Integendeel, Jozef en Maria die behoort tot de laagste klasse van het land. En de Romeinen maakten de dienst uit. Er is een dieptepunt inderdaad bereikt. Maar dan, gemeente, als wij denken het loopt alles op een totale mislukking uit, dan lezen we juist, en wordt dat refrein dus doorbroken. Nu is vers 16 ook van belang. We lezen in vers 15 nog: Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef. En dan zou je verwachten, en Jozef verwekte. Het staat er niet. Hij breekt ineens af. Opmerkelijk is dat, vindt u niet? Heel dat refrein van deze verwekte die en die verwekte die en die verwekte die. Dat refrein wordt helemaal hier doorbroken. En we lezen hier inderdaad met nadruk in vers 16. Jacob verwekte Jozef, de zoon van Maria, uit wie geboren is Jezus, die de Christus genoemd wordt. Die lange eindeloze rij wordt hier doorbroken. Jacob verwekte Jozef, maar Jozef verwekt zelf niet. In Matteüs 1 wordt dus heel duidelijk gemaakt, gemeente, dat Jozef op een beslissende moment buitenspel gezet wordt. God heeft de mens niet nodig. Als de Messias komt, komt hij helemaal 100% van boven en komt hij niet van beneden. Hij komt als mens wel voort uit Maria, uit dat menselijke geslacht van Abraham en van David. Maar hij komt van boven. Hij komt niet van beneden. Hij komt uiteindelijk van boven. Want hij is ontvangen door de Heilige Geest. En zo wordt dus Jozef bij Jezus ontvangen is, wordt Jozef helemaal uitgeschakeld. En daarmee, gemeente, wordt door de Heer ook krachtig onderstreept. Israël kan zelf niet voor de verlossing zorgen. De verlossing komt helemaal van de andere kant. Die komt voor 100% van boven. De verlossing komt van Gods kant en uit Gods hand. Hij moest er zelf aan te pas komen, de Heere. De Heilige Geest, Lucas 1, heeft de moederschoot van Maria overschaduwd. Ze werd zwanger, ze werd ontvangen door de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft die heilige vrucht in haar moederschoot geweven.
En hier staan wij vanavond dus, gemeente, voor het mysterie van de vleeswording van het woord. Het woord is vlees geworden. Hij is gekomen van boven. Het is een geheimenis, een geheim en ook een geheimenis. We zien het, maar de gronden kunnen en mogen wij het niet ontvangen door de Heilige Geest. Hier zien wij dus dat God, gemeente, anders rekent dan wij rekenen. Als wij vaak denken, nu is alle hoop verloren, er komt helemaal niks meer van terecht, dan gaat juist de Heere werken. En Paulus zegt het zo ook in Galaten 4, hebben we het gelezen. Als de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Galaten 4. Ziet u, gemeente, Gods berekening. Op het beslissende moment, hoorden we dus, werd Jozef buitenspel gezet. God heeft Jozef helemaal niet nodig, ontvangen uit de Heilige Geest. Dat gold dus in heilshistorisch opzicht. God heeft Jozef niet nodig. Maar het geldt, gemeente, ook in heilsordelijk opzicht. Ook vandaag nog. Dat is ook een belangrijke lijn voor ons persoonlijke leven. Als het gaat om het zalig worden, gemeente, heeft de Heer ons helemaal niet nodig. Hij kan er van ons helemaal niets meewegen. Integendeel. Er komt heilshistorisch toen bij Jozef. En nu heilsordelijk bij ons niets in aanmerking. Voor de zaligheid, integendeel. Het komt helemaal bij de Heere vandaan. En dat is een moeilijke les voor u en voor mij om dat te leren. Een moeilijke les. U kent dat oude gezang wel. Uit de hervormde bundel. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng. Ofschoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden mijn tranen alleen. Nee, dat zingen we niet. Ofschoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Ook met de tranen kun je God niet gunstig stemmen. Integendeel, dat zou een heidense gedachte zijn. Bent u in het einde gekomen, gemeente, van al die pogingen om uzelf te rechtvaardigen? Hebt u ingezien dat de redding nooit uit uzelf kan opkomen? Integendeel, dan ontvangt u juist ook, gemeente, vanavond uit dit gedeelte, uit Matteüs 1, bemoediging en troost. U ziet, Jozef werd buitenspel gezet. En met terzijdestelling van alle menselijke inbreng is Jezus gekomen. En geworden uit een vrouw, Maria. En er werd Jozef radicaal tussenuit gezet. En buitenspel gezet. Of denkt iemand of sommigen misschien nog vanavond, ja, maar ik probeer toch de Heer een beetje om te stemmen. Dat Duitse woord umstimmen. Dat is een heel mooi woord in dit verband. God een beetje omstemmen, beïnvloeden. Ja, maar ik lees zo vaak in de Bijbel, ben wat ernstiger geworden. En ik ga wat meer bidden en ik ga meer goede boeken lezen. En zo probeer je heimelijk wat dingen bij elkaar te schrapen om God wat te beïnvloeden en God wat om te stemmen. Eigenlijk een heidense gedachte. Om de Godheid te beïnvloeden door je goede prestaties. Dan ga je meer uit de Bijbel lezen, hoe goed ook. En ga je meer bidden en word je wat ernstiger. Daar kun je geen punten mee scoren. Dat je daarvoor meer in aanmerking zou komen voor de genade. Als je daardoor meer in aanmerking zou kunnen komen voor de genade. Dan zou toch, gemeente, de genade geen genade meer zijn. God laat zich niet omstemmen. God hoeft niet omgestemd te worden, want God is bewogen in zichzelf. En wordt niet bewogen door onze goede werken. Integendeel, dan zou je zelf nog wat bij moeten dragen. Je nette leven, je tranen, je degelijkheid, je rechtzinnigheid, je berouw over je zonde. Allemaal goed, berouw is nodig, maar het is geen aanbetaling. Want wie zo denkt, die zoekt de zaligheid nog voor een deel of een heel klein deeltje in zichzelf. Ja, maar nu ben ik zo ernstig geworden en ik heb nou zoveel goede dingen gedaan. En ik heb nou zoveel tranen over mijn zonde. Nu zal de Heer het dan toch wel mij willen horen. Ziet u, dan maak je nog eigenlijk, dan zoek je de grond in jezelf. En dan komt de verlossing misschien voor 2% toch nog van beneden. En dan komt er niks van terecht. Het is 100% van boven. Maar als de samenwerking moet worden van 98% van boven en 2% van beneden, dan kun je het helemaal vergeten. Want zo werkt het niet. Dan is het geen genade meer.
De Heere zegt, geef dan al die pogingen op om jezelf een beetje op te knappen. Want je kunt jezelf niet opknappen. Zoveel vuilheid, zoveel smerigheid van binnen. En het evangelie is gemeente. Dat de Heere zegt, je mag komen naar mij. Kom zoals u bent. Smerig, vuil, onrein. Zo ben je welkom. O Lam van God, ik kom tot u zoals ik ben. En zo mag je als een vuile, smerige zondaar in de armen van de Heere Jezus werpen. En die horen nou helemaal bij elkaar. Een reine Christus en een onreine, smerige zondaar. Die passen nou helemaal bij elkaar. Dat is nou het evangelie. Je hoeft jezelf niet te bewerken en een beetje bij te poetsen. Want daar komt niks van terecht. Het breekt je bij de handen af. Hels historisch Jozef buitenspel gezet. Helsordelijk worden wij in die zin, gemeente, kunnen ook wij geen enkele bijdrage leveren aan ons eigen heil. Genade alleen. Ja, Gods berekening. Dus hij werkt daar waar al onze eigen verwachtingen afgesneden worden. Waar we in het nulpunt terechtkomen. En waar je met lege handen komt te staan, Heere, ook mijn kerkgang. Ook mijn bijbelezen, ook mijn ernst. Daar kan ik geen enkele grond van maken. Ik sta voor u met lege handen als een arme zondaar. Ik ben in het nulpunt terechtgekomen. En waar je in het nulpunt terechtkomt, daar gaat God zich over je ontfermen. Roep hem dan maar aan in dat nulpunt. Jezus, zoon van David, zoon van Abraham, ontferm u over mij. Ik kan mezelf niet redden. Ik heb het zo vaak geprobeerd mezelf wat op te poetsen. Maar het lukt me niet. Jezus, ontferm u over mij. Hoor wat de Heere Jezus dan zegt. Laat mij dat onmogelijke werk van de zaligheid aan u verrichten. Laat mij dat werk van de zaligheid verrichten. Dat kun jij zelf niet. Dat hoef je ook niet zelf te doen. Laat mij dat nou maar doen. Dat is mijn werk. En dat doe ik door mijn Heilige Geest. Laat mij dat onmogelijke werk van de zaligheid voor u verrichten. Ik ben een volkomen zaligmaker. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik kom tot u zoals ik ben. Zo ben ik welkom. Is dat geen heerlijk evangelie? Eerlijk evangelie, een heerlijk evangelie, een begeerlijk evangelie. Ik kom tot u zoals ik ben. Nu de derde gemeente, we hebben gehoord, Gods trouw, we hebben gehoord. De trouw, de gouden draad van Gods trouw, de geslachten door, Gods berekening en uw Christus' diepe vernedering. Misschien vraagt iemand zich nog af in de kerk vanavond, of verschillende misschien wel zo, zou de Heere Jezus dan mij ook nog genadig willen zijn? Kan een vraag zijn die in je leven speelt. Zouden mijn zonden niet te groot zijn? Er zouden nog zoveel klinkende namen in mijn stamboom te vinden zijn, maar ook voor mij geldt, zegt iemand, ik ben ook in zonden ontvangen en geboren. En als de bladzijde van mijn leven zo eens doorblader, dan kom ik een heleboel zwarte en vieze bladzijden tegen. Alleen mijn gedachtenwereld dan. Ik schaam me ervoor. Gemeente, dan mag de stamboom van de Heere Jezus vanavond puur evangelie zijn. Dat is de derde en laatste gedachte. Ook een heel belangrijke lijn. Want ook de namen van Tamar lees ik. Naam van Tamar. Rahab, de prostituee uit Jericho, Bathseba, die komen ook in deze stamboom voor. En nu wil de Heere Jezus deze schandvlekken in zijn stamboom hebben. Nou, ik denk als u met stamonderzoek bezig was, je kwam allerlei zulke soort mensen tegen. Zeiden ze, nou, ik stop ermee hoor, ga niet meer naar het gemeentehuis toe of naar de kerkelijke archieven, want die is onder tucht gezet en die heeft overspel gedaan. Dat allemaal zulke mensen tegenkomen bij mijn stamboom, dan bedank ik ervoor. Ik schaam me kapot. Maar de Heere Jezus schaamt zich er niet voor. In zijn stamboom staat Tamar, die haar schoonvader verleidde. Ja, beter gezegd, de schoonvader was ook volop schuldig daarin. Tamar, Rahab de prostituee, Bathseba.
Nu wil de Heere Jezus deze namen, gemeente, in zijn stamboom hebben. Paulus zei, hij is gekomen in de gelijkheid van ons zondige vlees. En daarom heeft de Heere Jezus aangegeven, ik werd één met het menselijke geslacht. Ik verlaat de hemelse heerlijkheid en ik wil uit zo'n stamboom van Abraham en ook van Isaïe en ook van David en Bathseba en van Rachab en Rut. Uit zulke mensen wil ik voortkomen. Dat is mijn baarmoeder uit het oude verbond. Uit zulke mensen wil ik geboren worden. En daarmee maak ik mij één met uw misère. Ik hoorde van koningin Astrid in België vroeger, die op een gegeven ogenblik naar de mijnstreek ging, de Borinage, waar vele mijnwerkers in de mijnen waren omgekomen. De mijnen waren ingestort en vele vrouwen waren weduwen geworden. De mannen zaten diep in de grond, gestikt in het stof, letterlijk gestikt door zuurstofgebrek. En het verhaal gaat, het is historisch, dat koningin Astrid naar de Borinage ging, diep in het zwart gekleed. Eerst herkende ze haar niet, later wel. En de mensen in het dorp zeiden daar, dat mijn dorp hebben de koningin nooit zo schoon gezien als vandaag. Ze was één met de rouwende weduwe, diep in het zwart, één van ons. Ze was echt één van ons. Kon je in alles merken, in haar kleding, in haar houding, alsof ze ook een weduwe was geworden. Ze was één van ons. Dat is maar een zwak beeld. U voelt de toepassing al, de Heere Jezus die zo diep is afgedaald, dat hij zulke mensen, gemeente, uit zijn stamboom wil hebben. En dan vond ik die prachtige uitdrukking weer bij Luther en Kolbrugge in de preken van Kolbrugge, Matthäus 1, die dat niet zo lang geleden allemaal nog uitgegeven zijn. Die oude uitdrukking van Luther is dan in dit verband, die bij Kolbrugge dan weer terugkomt in zijn preken. Wij kunnen Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. Dat is een machtige uitdrukking, hè? Een machtige uitdrukking. Zo diep in het vlees, zo diep in dat verdorven, zondige, menselijke vlees, zegt Luther en Kolbrugge. Zo diep in dat vlees, dat er zelfs een Rachab in staat. En een Tamar, en een Bathseba, en een Rut, en een Manasse. De goddeloze koning Manasse, die komen allemaal in de stamboom van de Heere Jezus voor. En de kinderen weten het wel, het oude kerstlied, hè? De kinderen weten het wel, jullie gaan het ook zingen, denk ik, met het kerstfeest. Zo arm, denk aan die koningin Astrid in die zwarte kleding, maar ook de Heere Jezus, dat kerstlied. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Zo arm. Uit zo'n stamboom. Uit zo'n geslacht. Uit zo'n verdorven familie. Wil de Heere Jezus voortkomen, gemeente. Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt Paulus Filippenzen 2. De gestalte van een slaaf aangenomen hebbende. En is de mensen in alles gelijk geworden. In de menselijke misère. In de menselijke armoede. Behalve de zonde. Eén van ons, koningin Astrid in de Borinage. Eén van ons, Christus, afgedaald in de menselijke misère en uit zulke geslachten. Er ligt er machtige prediking in, hè? Dan is niemand te vuil of hij kan gered worden. Ook Rachab. Vers 5 lees ik: Salmon verwekte Boas bij Rachab. De Salmon is getrouwd met Rachab toen ze tot geloof gekomen was. Haar zondige beroep opgaf en in Israël werd ingelijfd. Ze trouwde met Salmon en Rachab ontving van Salmon Boas. Wel eens een leuke vraag voor de catechisant. Er bijna niemand die het weet natuurlijk, dat is een moeilijke vraag. Wie was nou de tweede schoonmoeder van Rut? De eerste was natuurlijk Naomi. Wie was de tweede? Ja, niemand die het bijna weet. Je kunt het vinden in deze stamboom. Deze stamboom kun je het antwoord vinden. Tweede schoonmoeder van Rut. Wat we lezen namelijk, Boas, Salmon verwekte Boas bij Rachab. Dus Boas was een zoon van Rachab en Boas trouwde met Rut. Dus de tweede schoonmoeder van Rut was Rachab. Wist u dat? Zie vers 5.
Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Boas, de zoon van Rahab. En dan komt Boas, Obed, Izaï, David. Maar Rahab staat helemaal in dat rijtje. Het is wat. Wat een evangelieprediking, gemeente. Christus, diepe vernedering. En het loopt uit, wat ik al zei, op dat machtige vers in vers 16, waar het refrein wordt doorbroken. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, gezegd de Christus. Zo verkondigt het geslachtsregister. U zou die preken van Kolbrug hier eens over moeten lezen. Het is een dik boek, allemaal, bijna alle versen gaat hij zo door. Je zou er een hele serie aan kunnen wijden, wel 10 keer. Dat ga ik nu niet doen. Ik ga er niet 10 keer over preken, maar zou er wel 10 preken aan kunnen wijden. Heel die stamboom zo door te gaan, je zou die preken van Kolbrugge hier eens over moeten lezen. Dat is een goede tijdsbesteding. Dat is een hele goede tijdsbesteding. Daar kun je veel van leren. Toch? Daar kun je heel veel van leren. Inderdaad, zo diep is de Heere Jezus afgedaald, gemeente. Een bekend kerstlied zegt, ik zei het al, zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Maar zo eindigt dus die stamboom met zoveel zwarte vlekken en plekken met de naam van de Heere Jezus. Jozef gewon, Jacob gewon, Jozef, de man van Maria. Uit wie? Uit welke Maria? Dat woordje wie slaat terug op Maria in vers 16b. Uit wie, Maria dus, geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Diepe vernedering. Gemeente, inderdaad, nu Christus zo laag is afgedaald. Met zulke mensen in zijn stamboom. Inderdaad. Nu hij zich niet schaamt om zulke onreine vlekken en plekken in zijn stamboom te hebben. Wie mag dan vanavond nog denken, ik kan niet meer behouden worden. Mijn zonden zijn te groot, mijn zonden zijn te veel. Rahab werd behouden. Rut kwam uit Moab en ze maakte de keuze. Rut, een Moabitische, voortgekomen uit die bloedschande van Lot met zijn eigen dochters Moab. Uit de bloedschande, uit de incest voortgekomen. Een vreselijke achtergrond, dat volk van Ammon. En Rut mocht toch belijden als Moabitische, uw volk mijn volk en uw God mijn God. Wie kan dan nog zeggen in Amsterdam in de achterbuurten of in Rotterdam in de achterbuurten, mijn zonden zijn te vies en te vuil om vergeven te worden. Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord uit aan allen. Gemeente, als er nou zulke vlekken in Jezus' stamboom voorkomen vanavond, dan ligt er toch met Luther en met die preken van Kolbrugge een geweldige evangelieprediking in opgesloten. Genade voor Rahab. Genade voor koning David die in de schuld kwam. Ik heb tegen u gezondigd, Psalm 51. Ik zei niet, ik heb tegen de mensen gezondigd. Wat zullen de mensen er niet van zeggen? Het ergste was, ik heb tegen u gezondigd. Dat is nou het echte zondebesef, hè? Dan ga je niet zeggen, oh, ik ben zo slecht, ik ben zo zondig. Dat zeg je dan niet. Er was een keer een vrouw die zei tegen de dominee, oh, dominee, ik ben zo slecht, ik ben zo zondig, ik ben zo verdorven. Die wilde punten scoren bij de dominee. De dominee had het helemaal door. En die zei, ja, dat je zo slecht bent, dat zei je buurvrouw net ook al. En toen werd ze vreselijk kwaad. Laat die naar zichzelf kijken, die buurvrouw. En toen had de dominee door, het is allemaal rechtzinnig gepraat. Maar ze meent er niks van. Want echte zonde beseft, dan zeg je niet tegen de dominee of tegen de ouderling, ik ben zo slecht en ik ben zo zondig. Dan ga je de binnenkamer in, tegen u heb ik gezondigd. Dat hoeven anderen niet te weten. Dan ga je in de stilte op de knieën en je schuld belijden. Dat is nou het ergste van de zonde. Vroeger zeiden ze terecht dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Tegen u heb ik gezondigd. Dat gaat je hart breken. Dat is nou het echte schuldbesef. Daar ga je niet over praten. En daar ga je niet breed uitmeten. Daar ga je mee de binnenkamer in. Dat is de beste plek. Om het aan de Heere te belijden. David die diep in de schuld kwam. Tegen u heb ik gezondigd, Heere. Genade voor David. Genade voor Rut. En u weet, het volk van Moab mocht tot het 10e geslacht niet in de tempel komen.
En toch werd Rut in Israël ingelijfd en mocht ze de naam van Sions kinderen dragen. Genade, omdat de Heere Jezus zich zo diep wilde vernederen, gemeente. Zo wordt Jozefs geslachtsregister vanavond één rijke evangeliepredikering. Uit die oude stamboom, daar ligt een machtige evangeliepredikering in. Dat zijn prachtige preken om eens te lezen, zei ik al. Zou ik niet gaan doen? Elke week één. Zo'n preek lezen van Kolbrugge daarover. De stamboom van Jezus Christus. Gemeente, uit zo'n familie wilde de Heere Jezus geboren worden. Nou, als u uit zo'n verdorven geslacht wilde opkomen, uit Jozef en Maria, dan is er toch hoop voor heel de gemeente en voor heel de wereld. En zegt de Heere Jezus, leg nou je vieze handen, wat je er ook mee uitgespookt hebt, wat je er ook mee gedaan hebt, leg nou je vieze handen maar in mijn reine handen. Ik heb al uw zonden weggedaan aan het kruishout. Ik heb mijn handen laten doorboren aan het hout, om de zonden ook van Bathseba en van David en van Rahab en van Rut en al die schandvlekken, ik heb al die zonden op mij genomen en ik heb ze niet verdrongen, maar wel verdronken in mijn bloed op Golgotha, in mijn bloedstorting. En geloof met uw gehele hart dat ik al die zonden heb weggedaan door mijn bloed. En ziende op mij, hoe vuil je ook bent en wat je ook hebt gedaan, dan mag je het zeggen. Heere, ik heb al mijn zonden aan u beleden. En ik heb uw zondige kom af, uw erfzonde en uw zondige daden met mijn kostbaar bloed bedekt. En als de zonden met het bloed bedekt zijn, dan ben je er voor eeuwig vanaf. Want bij de Heere is vergeven ook vergeten. Ik heb ze weggedaan in de zee van eeuwige vergetelheid. En in die zee staat nog een woordje ook, verboden te vissen. God heeft ze weggeworpen in de zee, verboden te vissen. Je moet ze niet gaan oprakelen. Als je zonde beleidt aan de Heer en hij neemt ze van je af en je heeft ze gedragen op het kruis, dan ben je ze in principe voor eeuwig kwijt. Vergeven is vergeten. Zo spreekt de stamboom van de Heere Jezus dus, gemeente, vanavond van drie belangrijke dingen, kort samengevat. Van de trouw van de Heere de geslachten door, zijn berekening als Jozef wordt buitenspel gezet en dan gaat God ingrijpen in de heilsgeschiedenis en wordt Maria bevrucht door de Heilige Geest. Het heil komt van boven. En nooit van beneden. Ook niet voor 1%. Komt niet van beneden. Alleen van boven. En Christus' diepe vernedering. En waar het geloof in eindigen mag, tenslotte, vers 17. Al de geslachten van Abraham staat daar. Tot David zijn 14 geslachten. En vandaar tot Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn ook 14 geslachten. Daar zit, gemeente, een bepaalde getallensymboliek achter, zeggen de uitleggers. Want de naam David of Dawid in het Hebreeuws heeft een getalswaarde van 14. Dat is natuurlijk niet zomaar, hè? David de koning, het koninklijke geslachtsregister. David de koning, dat heeft ook de getalswaarde 14. 3 keer 14 geslachten. En 3 keer 14 is ook 6 keer 7. Waarschijnlijk bedoelt Matthäus dan 6 perioden van 7 geslachten. En als die 6 perioden als 6 dagen omgegaan zijn, als die 6 perioden van 7 geslachten voorbij zijn, dan komt de 7e en de laatste wereldperiode, namelijk de komst van Emmanuel. 3 keer 14 geslachten, 6 maal 7, 6 perioden van 7 geslachten. En nu uit Maria Christus voortkomt, breekt de 7e wereldweek aan, de Sabbat. Zoals de schepping in Genesis 1, dat is een belangrijke lijn, zoals de schepping in Genesis 1 uitliep op de 7e dag van de Sabbat, zo eindigt Jezus' wordingsgeschiedenis met zijn geboorte de eeuwige Sabbat.
Zo eindigt Jezus wordingsgeschiedenis in de rust van die zevende periode. In de Heere Jezus breekt de zevende en laatste wereldweek aan. Gemeente, dat wijst ook naar die laatste wereldweek die aangebroken is in de komst van de Heere Jezus. Dat geeft ook weer perspectief in deze adventstijd. Naar het advent, ook naar zijn komst, de dag van zijn wederkomst, als het eeuwig Sabbat zal zijn. Daar is de volheid. En daar zal de bruidskerk hem ook eeuwig loven en prijzen. En dan mogen we het lam loven dat het gekomen is om zondaren zalig te maken. En die mij aannam, beleidt u dat mee? Die mij persoonlijk aannam, beleidt u dat mee? Die mij, niet mijn vader of je opa, maar die mij aannam tot zijn kind. Hoe is dat mogelijk dat God u aangenomen heeft tot zijn kind? Hoe is dat mogelijk? Nou, met de stamboom te spreken, omdat hij zijn naam verbond met die namen uit die stamboom. En eigenlijk staan ook wij in die stamboom van Lucas die naar Adam teruggaat. Dat omvat alle volkeren. Omdat hij zijn naam verbond met de namen van deze stamboom. Matthäus vermeldde ons hoe de Heere Jezus geworden is, geworden uit een geslacht van zondaren. Opdat de grootste zondaar niet moedeloos zou worden, maar hoop zou vatten. Als voor zulke mensen kon, ja dan kan het toch voor iedereen die tot Jezus de toevlucht neemt. De zoon van David, getal van 14. De zoon van Abraham, de stamvader van het Joodse volk. Het boek van de Genesis, de wordingsgeschiedenis van Jezus Christus. Hij is de koning, de grote Davidszoon. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen.